Goedenavond. Leuk dat je weer luistert naar de NEC Update Live, de podcast. Het is seizoen 2, aflevering 14 alweer van dit seizoen. En ondanks dat het een interlandbreek is, zijn wij er gewoon wel. Want er is altijd genoeg te praten over NEC. Dus we verzinnen wel wat dan. Dus dat moet altijd wel goed komen. Goedenavond ook hier in de studio. Nick Rokers, verslaggever van RN7. En Harold Bastiaans. Goedenavond heren. Hallo. Jij zei net al, was een beetje moeilijk doorkomen. Hè? Geen clubvoetbal dit weekend. Ja, dat zeg ik nog netjes. Ja, jij hebt er echt moeite mee. Ja, ik vind eigenlijk geen reet aan zo'n interland weekend. Zeker met die Nations League. Eigenlijk, ik zeg altijd, ik vind Oranje wel leuk. Maar dan moeten ze wel op het EK of WK spelen. Nee, ik vond dit echt helemaal niks aan. Zaterdagavond even overgeslagen. Nee, ik heb een goede film opgezet. Oké. Harold wel gekeken? Nee. Ook niet? Ik ben naar een musical geweest. Helemaal in het verre Barneveld, tussen de eieren en de kippen. Ik ben wezen kijken naar de musical van 4045. Prachtig, iedereen aan te raden, zeker doen. Oké. Vervolgens is er genoeg NEC geweest dit weekend. Ja. Want ik ben bij de Zevenheuvelenloop geweest. En? En ik heb daar heel veel NEC-sjaaltjes zien voorbij komen. Je hebt Philip Sedlar zien lopen, want die heeft ervoor getraind volgens mij. Oh, dat weet ik niet. Die heb ik niet gezien. Ik heb een hele hoop NEC-shirts voorbij zien komen. Dus, dat is in ieder geval altijd wel een goed NEC heeft wel gepresteerd. Ook daarmee. En dat heeft misschien ook wel iets te maken met het nieuws van afgelopen week. Want het belangrijkste nieuws misschien wat afgelopen week dan naar buiten is gekomen. Wat NEC normaal gesproken wat later doet. Normaal gesproken kiest NEC ervoor om dat lekker tussen kerst en oud en nieuw naar buiten te brengen. Als iedereen op vakantie is en alle rolluiken dicht zijn en alles gesloten is. Ik heb het over de jaarcijfers. Die werden afgelopen woensdag gepresenteerd. En melden Wilco van Schaik in ieder geval dat de stijgende lijn is ingezet. Nou, die is dan wel te zien inderdaad als je gaat kijken naar wat de omzet is. Die stijgt in ieder geval wel mee. Maar helemaal, ze kunnen nog niet zonder verlies. Dus er moet nog wel bijgelegd worden door de heer Marcel Boekhoorn. Meneer Boekhoorn moet heel veel betalen. Ja. Ik zat de cijfers ook te bekijken. En nou ben ik geen rekenwonder hoor. Maar als ik 1,8 miljoen verlies heb. Daarin zijn meegenomen de verkopen van spelers. En dat is zeg maar een pak een beetje 6 miljoen. Stel dat je die niet verkocht had, dan heb je een tekort van 7,8 miljoen. Ja. En ik vind dat wel creepy. Je kunt het wel heel mooi vertellen. Maar als je uiteindelijk niks verkoopt. Neem nou bijvoorbeeld het verhaal van Sentler. Sentler stond ook op de nominatie om verkocht te worden. Uiteindelijk wordt hij niet verkocht. Maar dat kan met iedereen gebeuren, dat je niet verkocht wordt. Om wat voor reden dan ook. En dan, ik vind het een beetje gokken, een beetje casinowerk. Ja, maar zit zo het voetbal niet allemaal in elkaar? Want inderdaad, je bent afhankelijk van de spelers op je veld. Hè? Zeker. Dat is plaatje werd ook mooi door Wilco van Schaik in de toelichting bij ons neergelegd. Hè? Hij zegt de waarde op het veld is zo'n 25 miljoen, schat hij in. Dan moet ik wel zeggen dat er wel een verschil in zit. Want als je naar Transfermarkt kijkt aan de waarde, dan is die een stuk hoger. Dus ze schatten spelers hier lager in als op Transfermarkt. Ik weet sowieso nooit hoe Transfermarkt aan die cijfers altijd komt. Tuurlijk, hè, je mag die cijfers meenemen. Want het zijn gewoon feitelijk de juiste cijfers. Dan heb je nog steeds een tekort van 1,8 miljoen. Dat vind ik voor een eredivisieclub best wel redelijk. Maar als je dan in oogschouw neemt dat er gewoon 6 miljoen aan verkoopwaarde. En er zit zelfs Sillissen zit daarbij, wat ik begreep. Het is ook heel verwarrend aan al die cijfers. We hebben een. Maar ik stuurde een foto naar jullie van. Nou, kijk waar ik nou zit. En het was een monoloog van Wilco. Wat ik daar gek aan vind. Ze zeggen de hoogste klassering ooit van NEC. Dat is dus gelul, dat is niet waar. In wat? Nou, NEC is toch een keer 50 geworden. Ja, zeker, met Neeskens. Dus waar komen dan zeker vandaan ook op social media met hoogste klassering? Dat komt omdat je moet het verhaal zo mooi mogelijk maken. Ja, maar hier viel iedereen gelijk al doorheen. Dit is niet waar. Maar dan wordt het waarschijnlijk gemaakt door iemand die nog niet zo lang bij de club zit. En die heeft wat in de wandelgang gehoord. Ja, dat is ook slecht, maar goed. Ik was voornamelijk benieuwd, want ik denk, oké, we krijgen de cijfers zien. Wat heeft nou bijvoorbeeld de bekerfinale dan? Heeft dat dan wat opgeleverd? Nou, je zag het ontzettend in de merchandise. Dat het echt wel gestegen was. De finale shirt. Dat echt wel een bedrag was. Dat schatten ze ook in dat dit seizoen niet zo hoog zou zijn. Dat klopt, je hebt het finale shirt. En dan had je ook nog eens een keer een inloopshirt van de finale shirt. Ja. Dus dat waren allemaal extra omzetten die je nou niet krijgt.
Maar toch, het leverde voor de rest niet veel meer op. Nee. En die vierdaagse merchandise? Dat komt omdat de kosten die je maakt om, om de hele bubs daar te krijgen, kost ook geld. En dat zag ik ook terug in de cijfers, dat meetelde. Maar goed. En die vierdaagse merchandise, heeft dat nog wel wat extra's opgeleverd? Of, kijk, de merchandise... Speelt die merchandise allemaal een beetje kiet? Kijk, ik keek vooral even een paar jaar terug. En dan zie je dat in al die dingen wel een hele stijgende lijn zit. En vooral in de merchandise zit een hele stijgende lijn. Ja. Ze brengen veel meer shirtjes op de markt. Het is ook, ze zijn er ook een keer. Ze zijn er ook een keer. Het is ook wel fijn dat je gewoon... En anders gaat het heel snel. Hè? Want volgens mij hebben ze op dat blauwe tenue nu eventjes moeten wachten. Ja, worden nu allemaal uitgeleverd. Maar je ziet nu ook alweer, hè, er komt weer een trui bij of een hoodie bij. Ze zijn elke keer constant bezig. Zij zijn zo bezig, dat hadden wij graag in de jaren 80 gehad. Dat er toen, in de jaren 90, dat er toen zoveel merchandise verkocht werd. Toen was er bijna niks. Toen moest je gewoon een wedstrijdshirtje kopen bij Ger Rijnen, tegenwoordig Richard Krechting. Ja. Of bij Vissersport in de Molenstraat. In de Molenstraat. Rijersport in de Molenstraat. Rijers, Vissersport in de Molenpoort. Maar tegenwoordig kun je gewoon echt veel meer krijgen. Ik heb even gecheckt. Het is de transferveropbrengst van Madsen en van Jasper Cillessen. 6 miljoen in totaal. En dat is er zeg maar meegenomen. Dat in... is een metro. Ja, de rest is dus naar 30 juni. En dat betekent een nieuwe boekjaar. Stel nou dat Jasper niet weggegaan was. Dan had je een gat gehad van misschien wel 3,8 miljoen. Ik vind het een beetje verneukeratief zoals het gebracht wordt. En het wordt mooier gebracht als dat het feitelijk is. Ja, nou ja, dat is volgens mij ook natuurlijk een bedrijfseigen. Je brengt de cijfers ook wat mooier. Maar ja, we hadden contact Nadia. Je zei ook gelijk van ja, ik maak me daar wel heel erg veel zorgen over. Maar het voetbal zit toch zo ook in elkaar gewoon. Je bent afhankelijk van spelers. Ja, maar waar moet je anders van leven? Nee, dat klopt. Inderdaad, je bent altijd afhankelijk van spelers. Het is een doorverkoop. En dat geldt voor NEC, maar dat geldt voor FC Utrecht. Dat geldt zelfs voor Maar is het beleid van Carlos Albers nu ook spelers oppikken met potentie? Gewoon op de gok. Laten we hopen dat het gaat gebeuren. Dat is het verhaal natuurlijk. Er zijn zulke voorbeelden. Alleen wil op een gegeven moment gewoon, en dat is natuurlijk iets wat ze volgend seizoen in gaan voeren, in 25-26, dat je eigen vermogen elke keer moet gaan stijgen. En dat is natuurlijk waar ze aan willen gaan werken. Ja. Het eigen vermogen moet enorm gaan stijgen. Dat moet elk jaar, elk seizoen met 10% omhoog. Zo niet, dan krijg je puntenaftrek. Ja. Dus er gaan heel wat clubs in de Eredivisie, die gaan dat misschien wel helemaal niet redden. En wij? Dus, want ik denk dat wij dat ook niet gaan redden. Ik denk dat ze het wel gaan redden als ze nu een beetje wat langer gaan wachten met verkopen. Dus ik zie niet zo snel dat er spelers zoals Sano... of waar je geld van kan maken, of Koki of Dirk Popper... voor 30 juni verkocht gaan worden. Die zullen allemaal na 30 juni het liefst verkocht worden. Want dan kun je ze bijschrijven bij het eigen vermogen. En Wilco had het over... En dan stijgen die 10% ten opzichte van dit jaar natuurlijk zeker. En Wilco had het over een 10-jarenplan? Ja, tot 2031. Oké. Okay. Hij is wel van de jarenplan, hè, Wilco? Ja. Ja. We hadden een 4-jarenplan of 5-jarenplan. 5-jarenplan. Nu is het al 10 jaar. Dan ben ik ook een keer weer 20-jarenplan. Ja. Maar dan willen ze dat ze onafhankelijk zijn van Boekhorn in de grote lijnen. Moeten ze onafhankelijk zijn van Boekhorn. En dan moet hij alleen nog maar een extraatje of zo kunnen doen. Maar over daar gesproken, want ik heb hem natuurlijk ook daarover gesproken, Wilco. Hoe belangrijk is Marcel Boekhorn nu nog voor NEC? Ja, Marcel is natuurlijk enorm belangrijk. Na de promotie hebben we natuurlijk een plan gemaakt voor 10 jaar. Waarin hij zei van ik ga de club proberen na 10 jaar af te zetten. Op een financieel zelfstandige manier. Waarbij hij dan nog alleen voor de extra's nodig is. Deze jaren hebben we hem echt nodig gehad. De ontwikkeling van de randvoorwaarden, velden, kantoren. Spelershome. Maar ook gewoon in het spelers aantrekken. En hij is de man die garant staat voor eventuele verliezen die we van voren met hem afspreken voor elk jaar. Nu leunen we nog op hem. En we moeten proberen in die komende jaren van die totaal 10 jaar op eigen benen te gaan staan. Ja, de komende jaren moeten ze dus op eigen benen gaan staan. Dat alles valt of staat dan natuurlijk wel met een nieuw stadion. Ja. Nou, hoe lang duurt het voordat een nieuw stadion er staat? Want dat is dan natuurlijk wordt het volgende 10-jarenplan. Want als het nieuwe stadion volgend jaar mag gebouwd worden, dan gaat er over nieuwe. Dan komen er nieuwe prognoses en dan komen er excuses omdat het nog 2 jaar geduurd heeft voordat het stadion klaar is. Ja. Dat is natuurlijk ook nog wat allemaal meespeelt. We zijn al uitgebreid, hè, bij de Goffert. 140 plekken erbij. Is dat zo? Heb ik niet gezien. Ja, 140 plekken. Ja, die field. Die zijn ook prijzig ook.
Hoe duur zijn die dan? Ik las ergens dat ze 80 of 90 euro per wedstrijd of zo. Waar zit je dan? Nou, langs het veld. Langs veld, voor de Haaskamp. Echt waar? Ja, ik heb nooit gezien dat er mensen zitten. Nee, ik kijk altijd naar het voetbal. Ja. Nee, ik heb het niet gezien. Nee. Nee. Hoeveel plekken zijn er? Nou, 1200. Nou, dat zijn er voor mij wel 140, hè? 140 plekken. Zoiets, hè? Nou, daar hebben we dus nu in plaats van 12.500, hebben we nu 12.640. Daarom zegt Gerry altijd, kijk, met 12.000... Oh, en het kwartje valt waarom? Nou, zeg maar, waar staan die dan allemaal? Ja, waar zijn die dan? Nou, hebben ze die nou weer meegerekend? Ja. Heel goed. Heel goed. En dan weet je weer. Nee, het stadion, daar komen we zo nog wel even op. Want daar hebben we natuurlijk ook uitgebreid wel over gesproken met Wilco. Ik ben benieuwd hoor, straks. Maar goed, over de cijfers gesproken. Nou, dit jaar dus nog een verlies van 1,8. De prognose voor 2024-25 is 1,7. Dus ze verwachten daar ook nog steeds een tekort. Of er moet iets leuks gebeuren, zegt hij, met een leuke transfer. Maar dat is dus ook wel dat heeft Boekhoorn dus ook al gezegd. Van nou prima, als dat 24-25 jullie een verlies van 1,7 leiden, dan dicht ik dat gat. Ja, dat is aardig van hem. Ja, die man is gewoon geweldig. Weet je, dat moeten we niet vergeten. Want dat is niet nu, hè. Dat is niet vanaf 2021. Dit doet hij al zo lang. Die man heeft zoveel geld in onze club gestoken. Zonder die man hadden we hier niet gezeten. Hadden we het over Kwik gehad, bijvoorbeeld. Of Juliana of Brakstein. Ook leuk, maar toch altijd wel iets anders. Ja. Nee, hij is heel belangrijk. En dat zegt Wilco ook wel. Hij heeft in ieder geval... heb je de contract gesloten dan... 10 jaar. Nou, dat is dus niet zo. Ze hebben echt gewoon een mondeling afspraak daarin. En Wilco gelooft en vertrouwt op de blauwe ogen van Marcel dat hij dat ook gewoon wel doet. En ja, volgens mij, als er iets gebeurt, blijft hij dat ook wel gewoon zijn club. Ik denk dat wij als supporters dat ook allemaal wel geloven. Want die man heeft dat ondertussen wel bewezen. Daar valt niks meer te geloven. Nou, mede door Boekhoorn konden we afgelopen week zeggen, we zijn 124 jaar. Nou ja, zeker waar. 100%. Dus, daarom. Ja, als waren we lang een keer, lang en breed een keer... Ja. De pijp uitgegaan. Ja, genekt. Ja. Je weet wat ik hiervan vind, hè? Mooi, hè? Goed, dan inderdaad, als er geld verdiend moet worden en niet alleen met spelers, dan is het stadion daar ook een heel belangrijk onderdeel van. We hebben een aantal weken geleden hier natuurlijk met Paul Eigenhuizen gezeten. Raadslid voor Nijmegen. Gewoon Nijmegen nu. Er ligt een taxatie van NEC, er ligt een taxatie van de gemeente. Ver uit elkaar, nieuw bureau gezocht, taxatie. Nou, je kunt wel raden, die komen natuurlijk in de midden uit. En ze zijn allemaal blij, luister even mee. Nou, ik heb altijd wel gezegd dat de gesprekken met de gemeente gewoon altijd positief zijn geweest. Taxaties lagen uit elkaar. Ik denk dat we straks echt wel uit die taxatie komen. Dat we ook wel tot een overeenkomst kunnen komen. En wij zijn bezig en zijn ook in overleg met de gemeente. Ja, dat alleen het stadion kopen voor ons niet voldoende is. Hè. Wij moeten ook ontwikkelen. Dus we zijn bezig aan de achterkant met NEC betrokken mensen om te kijken van hoe kunnen we het nou ontwikkelen en hoe kan het nou ook rendabel zijn. Want je kan een stadion kopen. Maar het moet natuurlijk voor ons ook wel rendabel zijn om die sprong voor de club van 20 naar 25 miljoen in omzet te kunnen maken. Nou, daar zijn echt betrokken partijen met een NEC-hart nu mee bezig. Daar zijn wij vanaf de zomer al mee bezig. Congres en event is een mogelijkheid. We zijn natuurlijk, je hebt hotels, je hebt kantoren, medische voorzieningen. Nou, daar zijn alle contacten nu mee gelegd. Daar zijn we eigenlijk plaatjes aan het berekenen en ook plaatjes aan het maken. En hopen we een beetje in het voorjaar van het volgend jaar dat we daar ook een business case onder kunnen hangen. Waarvan wij kunnen zeggen, we kunnen kopen en we kunnen het ook gelijk ontwikkelen en het is gefinancierd. Ja, het stadion kopen is hartstikke leuk, maar één keer in de twee weken voetballen daar, dan is het helemaal niet rendabel. Dus er moet iets gebeuren. De ideeën die er lagen van woontorens en dat soort dingen, die zijn afgeblazen. Er is nu wel meer duidelijk, zei Wilco, over wat wel mag. Nou, daar noemde hij net al wat dingen op. Dat heeft dus natuurlijk te maken met wat bedrijvigheid, wat daar gebeuren kan, congressen. Eventueel een hotel zou ook mogen. Volgens mij moet het dan wel een short stay hotel zijn of iets dergelijks. Daar zitten wel iets van regels volgens mij aan. Maar dat zou ook nog mogen. Nou, hij is praten met grote partijen, zegt hij. Ik kan me ook voorstellen met CWZ. Ja. Misschien zou je een dansen, klokgroep. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen voor het CWZ daar een aantal ruimtes gaat huren. Dat je voor de röntgenafdeling tegen is dan naar de Goffert gaat. Het is ook makkelijk als er iets gebeurt op het veld, kun je gelijk door. Maar goed, dit speelt al heel lang. Hè. Deze plannen, ze worden altijd een beetje verschoven. Maar dit speelt al uit de tijd van Tom van Gaal en Bart van Engen. Ja. Dat er allerlei ideeën kwamen. Ik heb allerlei voorbeelden gezien. Er zou hier een topsporthal komen in de Goffert.
Teletubby. Ik zat er net, dat werd Teletubby. Die heb ik ook nog. Weet je, het is mooi, hè? Maar laten we eerlijk zijn, hè? En dat moeten we dan ook zijn. We hebben dit verhaal natuurlijk al vaker gehoord van NEC. Dat het gewoon, het ziet er allemaal goed uit, het gaat allemaal goed komen. Het is gewoon eigenlijk gewoon jammer dat het al zo lang moet duren voordat er überhaupt wat kan gebeuren. En dan kunnen we zeggen, ja, de gemeente en NEC lopen redelijk synchroon met het idee wat ze hebben. Maar ik geloof er niet zo hard in. Nee? Ik wil het, nee. Maar goed, dit verhaal ken ik al 10, 12 jaar. En weet je, uiteindelijk is het dan wel fijn als er een keer ergens iemand een klap op geeft. Kijk, je kunt allerlei ideeën kun je opperen, maar als het uiteindelijk... We hebben vorig jaar, twee jaar terug, die mooie voorbeelden gehad met die woontoren en wat dat ook allemaal was. Hartstikke leuk. Is het ook niet geworden. Nee. Dat waren ook mooie verhalen, toch? Ja. Ja, maar dat is wel wat er speelt nu. Hè? Maar volgens mij was dat ook vooral de irritatie natuurlijk in de gemeenteraad. Dat zeker. Er plannen werden gemaakt die eigenlijk al compleet niet haalbaar waren. Dus die vraag heb ik aan Wilco ook gesteld. Van, ga je nou weer niet plannen bedenken? Ga je dat wel eerst checken bij de gemeente? Dat lijkt me toch wel handig. En wat zei hij? Nou, hij zei in ieder geval het volgende daarover. Nou, dat moet nog blijken, want dan moeten we nog gaan tekenen. Kijk, in principe wel, zo niet. Ja, dan kom je in hele andere fases en dan zul je ook met de raad en college in gesprek moeten. Wat wij wel willen is dat als we die plannen gaan maken, dat wij als eerste gewoon de mensen van de raad ook uit gaan nodigen. Echt willen gaan betrekken en stap voor stap zeg maar deze ontwikkeling willen starten. Waarbij we weten wat binnen de bestemming wel mag. Maar nou snap ik ook, nou begrijp ik ook waarom die dat tot 2031 gedaan heeft. Dat 10-jarige plan. Ja, want die raad is ook niet zo snel. En als het door de raad heen is, dan moet het nog naar het college. En het college moet er ook nog even over. Dan wordt het weer teruggebracht naar de raad. Komen er weer allerlei amendementen en moties. Nou, ik weet het niet. Wat ik weer vreemd vind. Kijk, ik denk altijd van, je bent met een plan bezig. Je gaat met investeerders praten, wat die zegt. En die gaat tekenen. Je hebt alvast ideeën. Dan heb je dat dan een beetje in je hoofd. Daar praat je toch een beetje over met de gemeente. Dan ga je toch al een beetje van, oké, wat zou nou... Je weet toch wat in het bestemmingsplan wel of niet mag. Je weet hoe hoog je mag. Dat heeft Paul Eigenhuis hier helemaal netjes uit. Ja. Je weet precies hoe breed je mag. Je weet hoe hoog je mag. Alles wat je daar binnen doet, dan kun je doen en laten wat je wil. Nou, dat is niet helemaal waar, maar je mag er geen huizen bouwen. Nee, maar binnen die dingen. Nee, er mogen geen woontorens, maar voor de rest, er mogen bedrijven volgens mij komen. Volgens mij mag horeca, er kan van alles komen. Congressen, mogen allemaal. Maar ook dat moet door de ODRM. Alles moet door de omgevingsdiensten geaccordeerd worden. En dat duurt ook weer jaren. Maar weet je, ik weet dat de Verguns, de wethouder die daarmee bezig is, met Wilco geregeld in gesprek is. En uiteindelijk zal er wel iets komen, maar uiteindelijk moet het ook wel passen binnen het beeld wat Nijmegen heeft en het beeld wat Wilco heeft, NEC heeft. En dat is vaak dat het niet helemaal synchroon loopt. En dat is best jammer, want je kunt nu wel zeggen dat we het kunnen kopen. Nou kun je het kopen en dan wil je het gaan verbouwen, maar dan mag het niet. Nee. Dan kom je weer in de volgende fase. Weer een nieuw 10-jarenplan. 2026, 2036. We gaan 10 jaar bezig om te kijken of we het stadion dusdanig mogen verbouwen dat het winstgevend wordt voor NEC. Ja, maar hier hoeft het bestemmingsplan niet voor aangepast te worden. Nou, dat is niet helemaal waar. Want volgens mij is het namelijk zo dat je alles wat je wil... Kijk, je hebt een horecabestemming in de Goffert. Een aantal. Maar als je er dus meerdere wil hebben, zul je daar ook moeten aanvragen. Nee, oké. Maar dat is natuurlijk een hele andere aanvraag dan dat je buiten bestemmingsplan gaat bouwen. Op het moment als je te hoog of te laag gaat. Maar volgens mij, als ze daar binnenkomt, volgens mij heeft Paul Eigenhuizen dat ook gezegd. Als ze daar binnen gewoon verbouwen wat ze willen doen, dan kan het heel snel gerealiseerd zijn. Want dan hoef je namelijk dingen niet te veranderen. Ik hoop alleen, je moet natuurlijk wel een plan hebben dan gaan maken wat daar binnen blijft. Dat... Ik vind me allemaal heel ingewikkeld. Ja, is het ook. Ja, is het ook. Maar de investeerders, die zijn er dus wel. Wie er een hoop geld in willen steken. Want niet alleen Boekhoorn, dat is duidelijk, dat heeft hij wel gezegd. Niet alleen Boekhoorn gaat nee, dat. Nee, maar dat is ook logisch. Er komen meerdere partijen aan en daar vroeg ik ook eventjes nog naar bij Wilco. Ja, dat zijn er niet veel, omdat uiteindelijk... het is een hele grote investering waarbij het rendement natuurlijk niet... De rendementen zijn die normaal in de markt gelden. Dus je zoekt wel mensen met een NEC-hart en die ook een bepaalde legacy achter willen laten. Daar zijn er gewoon niet veel van. Maar ze zijn er wel. En gelukkig hebben we die rondom de club. Komt ook weer door de populariteit van de club. En met die mensen zijn we in gesprek. Die zijn betrokken. Die willen helpen. Die denken mee.
En ik denk dat we met hun kunnen komen tot een goede business case in het voorjaar van het volgend jaar. En dan moeten we daar een klap op geven. Kan het wel of kan het niet? En kan het wel, dan kun je doorontwikkelen. Kan het niet? Ja, dan moet je opnieuw gaan bedenken hoe je dan een stap gaat maken. Ja, maar als die mensen al aan tafel zitten en ze weten dat het rendement niet hoog zit, dan heb je wel al mensen gevonden die daar eventueel op die manier over denken. Nou, laat ik zo zeggen, ze willen meedenken. Hè. We hebben nog niet over het rendement wat ze overhouden. Maar ja, ze weten dat dat niet al te veel is. Ze willen meedenken. En dat is voor mij het eerste. En dan moeten we met elkaar gaan zien dat het aantrekkelijk wordt. En dat het leuk wordt. En dat mensen daarin mee willen. Ja, dat zullen grote partijen zijn. Nou, je hebt nu er al één. Klokgroep zal daar er één van zijn. Dat vermoed ik wel. Ja, en Xperia zal misschien ook wel, die is aangetrokken, zal misschien daar ook een rol in. Nou ja, goed, wat je zegt, CWZ wellicht ook. Dat horen we natuurlijk al langer, CWZ. Ja. Wellicht het Maatskliniek. Ja. Die ideeën zijn goed. Hè? Het is alleen het probleem zit hem gewoon nu in het financiële plaatje. Om dat stadion gekocht te krijgen. Ja. Alle ideeën die daarna komen. Ik denk niet dat de gemeente heel erg moeilijk gaat doen. Maar dat kan. Ook al doe je niet moeilijk, duurt het toch nog een jaar. Voordat er een klap ja, ik heb hem ooit een keer horen zeggen dat, wat was het? Eind 2025 de schop in de grond. Maar nou, dat gaat hem gewoon niet worden. Nee, dan moet hij opschieten. Dan hebben jullie ook gekeken naar de clash tussen Koki Okawa zeker. En Kelvin Verdonk. En een nat Indonesië. Ja. Ja, 0-4 hè. Ja, dan wordt verdomme Okawa zijn goal nog even door die Indonesië afgepakt. Ja, hij raakt hem niet aan. Nee, hij raakt hem niet aan. Nee, hij ging erin. Ik dacht, ja, leuk. Okawa scoort. En dan krijg je later weer van, nee, het is een eigen goal. Ja, jammer, maar goed, weet je. Weer belangrijk bij Japan, Okawa. Goed voor hem. Ja, volgens mij maakt Indonesië nog steeds kansen voor het eerst sinds 1938. Volgens mij hebben ze het gehaald, toch? Ze moeten nog spelen, Indonesië. Dan pas, ze kunnen het nog halen, het WK. Oh, een van die mensen die zei, die daar wonen. Als ze maar een heel klein beetje Indisch bloed hebben, dan is het goed. Ja. Het zelf voor het eerst is 90. Voor de rest was ik toen heel verbaasd. Toen ik hoorde dat Kelvin Verdonk voor ineens. Denk je, hè, hoezo? Hè, wat dan? Ja, wat dacht je van Paas? Ja, ook zo. Die wist niet eens dat hij Indonesisch bloed had. Dat is ook gewoon verteld. Deze gaan daar spelen. Ja. Geweldig. Zo de laatste keer dat Indonesië het WK haalde, heet het nog Nederlands-Indië. Dus ja. Oh, dan moeten we even... Het zo lang geleden is het. Dat is wel heel lang geleden. Ja, belangrijk dus voor hun. Dus het zou mooi zijn, want er zitten heel veel Nederlanders bij als ze dat dan halen. Ja, toch? Het zou leuk zijn. Goed, in ieder geval goede opstrekers. Want ondanks dat hij dan zijn doelpunt niet heeft gekregen voor Koki Okawa, wel weer gewoon lekker gespeeld. En ja, dan hoop je toch dat hij dat ook een beetje meeneemt weer terug, hè? Want er komt een belangrijke periode aan. Laten we maar eens even langzamerhand gaan vooruitblikken. En die eerste wedstrijd is zondag. Ik ben het 11:15. Wat? Het wordt helemaal niet lastig. Gaat toch hoezo niet lastig? Nou, er zitten toch wel wat... Het was lastig. AAZ Twente, dat was lastig. Oké, jij vindt... Ik wil een andere mening hebben. Laten we dan bij het begin beginnen. FC Utrecht komt zaterdag of zondag 11:45. Ja, sowieso altijd leuk, maar... Ja, dat is wel, het is toch wel een lastige. Staan tweede volgens mij. Kan jij me even vertellen waarom het geen lastige wedstrijd is? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Ik denk dat wij tegen voetballende ploegen het altijd goed doen. Mm-hmm. Nou, dat hebben we bewezen. Dat klopt. We hebben tegen Twente hebben goed gevoetbald. Ja. We hebben tegen AZ ook wel verloren, maar vorig jaar niet. Ik denk dat wij nu verder zijn als het begin van het seizoen. Met Sandler en mogelijk Proper ook weer terug, denk ik dat wij gewoon kans maken tegen clubs als Utrecht. Anders we dat is net wat ik vorige keer zei. We moeten winnen van de ploegen waar we van verloren hebben. Heracles, waar we nog met NAC verloren. Ja. En dat mag niet meer gebeuren. Ik zie dat ook niet meer gebeuren. Maar NEC voetbalt gewoon veel beter tegen voetballende ploegen. Dat is helemaal waar. Alleen, ik denk dat heel veel goed voetballende ploegen ook heel goed tegen NEC voetballen. Ja, is goed. Maar dan krijg je dus dat ze in de golf voetballen. Dan heb je gewoon kans dat je gewoon wint. Punt. Ik zeg ook, natuurlijk heb je kans dat je wint. Tuurlijk. Nou, ook tegen Utrecht, ook tegen Ajax. Ik verwacht dat die kans groot is dat je wint tegen Utrecht. Dat je verliest. Nee, het houdt toch niet. Ook een beetje... het geluk voor Roland Jans houdt toch ook een beetje op. Ze staan natuurlijk nu tweede. Steeds. Tweede, Dus als je dat afzet tegen het seizoen hiervoor, dan is dat echt wel een verschil. Maar daar blijven zij niet staan. Ja, weet je, zij gaan niet, denk ik, tweede eindigen in de Eredivisie. Ik moest toch even aan jou denken, Maurice. En dat doe ik niet al te vaak, want dan word ik echt gillend wakker in de nacht. Ik. Maar jij zei vorig jaar altijd van, ja, PSV gaat in de Goffert verliezen. Ja. En ik vind dit ook wel zo'n wedstrijd. Weet je, dat Utrecht er lekker in zit en dan bam tegen NEC eraf. En die zakken dan helemaal terug. Ja. Degraderen, alles. Nee, maar ik bedoel...
het zou zomaar kunnen, weet je. Ja, ze hebben het geluk een beetje aan de kont hangen tegen Heracles. Was het ook op een gegeven moment niet meer juf van het. Ze hebben een hele goede fase op een gegeven moment gehad. Nou, laten we hopen dat ze eigenlijk dan tegen NEC wat in kakken. Daar is het gewoon pakt, want het kan. Want ik ben wel mee eens, het kan. Maar het wordt wel lastig. Ja. Nee, ik wil altijd een andere mening hebben. Het moet. Ja, jij hebt een andere mening. Ja, dat zeg je. Je moet altijd winnen, toch? Nee, maar ik vind gewoon, als je vorig jaar, daar hebben we ook tegen Utrecht gevoetbald. En toen hebben we ook gewoon goed gevoetbald, punt. En ja. Ik vind dat je gewoon tegen deze clubs meer kans hebt om te winnen als tegen iemand die met 11 man voor de pot gaat hangen. Ja, nee, tuurlijk. Ik ben ook met je eens dat ze goed voetballen tegen voetballende teams. Nou, dat ze dan beter kunnen voetballen. Nou, dan is de kans toch groter dat we nu winnen. Ja, maar ik denk dat Utrecht ook heel goed kan voetballen. We hebben zeker. Maar goed, ja, jij zei lastige periode. Jij sprak het een beetje tegen. Maar als je nou even gaat kijken, tot aan de winststop. Je krijgt Utrecht thuis. Dan een week erop krijg je Ajax thuis. Ja. Nou, dat vind ik dan inderdaad een wat lastigere wedstrijd. Go Ahead Eagles uit. Ook altijd lastig. Ja, maar Go Ahead is ook niet meer zo. Hij bouwt ook niet meer, hè, dit seizoen. Nee, maar goed. Dan hebben we Sparta thuis. Dan hebben we een bekerwedstrijdje tegen Heracles uit. En dan nog Willem II uit. En dan zijn wij in de winterstop. Ook Willem II. Dus er zitten wel wedstrijden bij dat ik denk, nou. Ja, Willem II dan. Willem II. Doorbekeren sowieso tegen Heracles, dat moet ook. Ja, daar moet ook. Go Ahead moeten we ook winnen. Ja, maar ja, we noemen ze de laatste keer dat we daar hebben gewonnen, joh. We hebben daar zo vaak ook de kans gehad dat we konden winnen. Ik vind het niet meer het Go Ahead wat er vorig jaar stond. Nee, maar natuurlijk, ik ben het echt wel eens. En Sparta zeggen ze ook altijd. Ja, Sparta is ook altijd lastig, hè? Ja, we moeten deze wedstrijd wel winnen. Thuis moet je toch gewoon winnen? Ja, we moeten deze wedstrijd wel winnen. Thuis moet je toch gewoon winnen. Maar je mag ook realistisch zijn dat dit gewoon een hele lastige fase nu is waarin we inkomen. Ik zou het echt niet gek vinden als we misschien 6 punten hebben na al deze wedstrijden. 6 punten erbij. Je hebt nu 16, hè? Ja, nee, hoeft niet. Ik denk ook wel je meer punten gaat halen. Ik denk dat je inderdaad uit bij Willem 2, dat zullen wij wel weer zwaar krijgen. Ja, Sparta thuis moet je wel winnen. Sparta thuis win je. Ik ben ervan overtuigd dat je tegen Utrecht ook... Ja, ben je echt zo zeker dat je van Utrecht wint? Ja, ik doe graag met je mee, hoor. Maar ik vind Utrecht wel gewoon een goede ploeg. Ik heb Utrecht een paar keer zien voetballen. Waar wij de pech hadden, hadden zij het geluk. Ja, dat is ook weer zo. Ik vind dat wij gewoon aan onze stand verplicht zijn om thuis tegen Utrecht te winnen. Weet je, eigenlijk moet je gewoon als verlies zien. En als je een punt pakt, is het meegenomen. En 3 punten, dus dan kunnen we de Polonaise lopen. Ja, dat is wel zo, ja. En Utrecht moet je winnen. Alleen, ik wil Sparta niet. Moet je winnen. Ja. Willem 2, ja, ik weet het niet. Wie hadden we nog meer? Go Ahead moet je ook gewoon minimaal een punt pakken. En je moet echt doorwekeren. Dat moet sowieso, want je moet Heracles gewoon pakken. Want dat vind ik helemaal nog steeds een grote ploeg, hoor. Afgelopen week trouwens ook nog wel een oefenwedstrijdje gespeeld, hè? Helmond Sport, inderdaad. Nou, dat was eigenlijk wat mij betreft alleen de eerste helft wat interessant. Omdat daar nog wat vaste elftallen... Kento, Bram Nuiten speelde nog, maar de Grieken speelden. Dus er speelden wel wat meer bekendere. Ik ben toch echt benieuwd. Ik ga ze even gelijk allemaal vragen. Hoe was Kento vanaf de start en hoe waren die Grieken? Nou, die deed het niet slecht. Je ziet nog wel dat hij nog niet zo goed snapt wat hij moet doen. Schöne werd een paar keer echt boos. En het is stil in het stadion, hè? Dus dat is mooi. Dus je kunt hem ook horen dat Schöne ook echt boos wordt op hem. In het Japans dan? Nee. Zal wel zijn. Ja, nee, het was Engels in ieder geval. En dat verstaat hij ook niet goed. Nee, dus de vraag is... Maar dat zie je aan hem. Dus je ziet dat hij nog niet helemaal weet van... Oké, wat moet ik nou doen? En je zag ook een paar keer dat het niet begrepen werd... Maar wat ik voor de rest zag, dat was wel prima. Voor mij is dat echt wel een goede spits, hè? Die man is zo doelgericht, hè? En die heeft zo'n hard schot. De Relas? Ja, scoorde ook een doelpuntje. 2 keer, hè? 2 keer. Ja. Hoe was die? De tweede van hem... die werd zo hard tegen zijn been. Hij had geen idee. Maar hij ging er wel in. Ja. Dus dat was wel... hij speelde ook wel goed. Alleen je ziet wel dat die jongens... Kijk, vooral de eerste 20 minuten of zo was toch nog best wel taaie pot, hoor. Ja, maar de Helmond staat niet voor niets bovenaan in de KKD. Daarna, toen het die 1-0 viel en heel snel daarna viel die 2-0. En toen was het klaar met Helmond Sport. Ja, maar dat is toch, weet je, we praten daar wel heel minachtend over. Het is 4-0 geworden, toch? Ja. We spelen wel tegen de top van de eerste divisie. Weet je, ik vind het toch... Nou, maar daar ging ook wel wat wissel doorheen, hoor. Want in de tweede helft, kan ik je vertellen, die 3-0 wie viel, dat was een doelpunt van Luc Nieuwhuis.
Nou ja, er kwam een jongen bij Helmond Sport in, centraal achterin, die was 15. Ja, dan laten we het. Dus, het is man. Ja, die speelde een bal. Die wilde de bal terugspelen op de keeper. En ja, die is veel te zacht. Dus ja. Luke die pakt hem op en die speelt om de keeper heen. Misschien erin. Dus dat soort foutjes zijn dan. En we hoorden, dat was Arne Slot in Nijmegen. Ja, die was er ook. Die zat op de tribune. Hij heeft gewoon een relatie met die dochter van Arne Slot. En Luc Nieuwenhuis heeft een relatie met de dochter van Arne Slot. Godverdomme. Ja. Zijn we nou een soort RTL Boulevard aan het worden? Dat we shownieuws. Dat we dit zeker soort zijn we dat geworden. Ja, dus Arne Slot zat op de tribune. Ja, volgens mij was dat de eerste kennismaking met zijn schoonzoon. Ja. Oh. Ja. Gezellig. Het is goed voor elkaar, Luc. Want hij is die avond alweer teruggevlogen. Ja. Dus hij mag gewoon straks ook daar voetballen bij Liverpool. Ja, hij is uitgeleend. In ieder geval gaan ze samen de kerstdagen misschien doorbrengen. Ja. Dus, gezellig in Liverpool. Ja. Maar die jongen heeft ook talent. Ja, hij is nog jong. Hij is ook nog jong. En maar die jongen heeft ook talent. Wat ik leuk vond, heeft Carlos had ook gezegd dat ze Luc Nieuwenhuis toen natuurlijk van Vitesse hebben overgenomen. Ja. Nieuwenhuis, die wilde ook zekerheid hebben. Hè. Vitesse is toen nog bijna, of ja, toen ook op omvallen. En dan komt hij naar NEC en wat deed Carlos? Hem gewoon echt presenteren hè, met naam en van NEC. Hij is van Vitesse naar NEC gekomen. Ja, ja, ja. Dat heeft hij sowieso bewust gedaan. Dat kan niet anders. Nee, maar ik geloof heel veel, maar dat doet Carlos niet. Ah, gaat toch nee, zo is Carlos. Volgens mij heeft hij dat zelf nog een keer gezegd. Dat hij dat bewust groot wilde. Dan heeft hij dat geleerd van Delft. Nee, ja. Daar ken ik nog wel wat leuke anekdotes van vroeger. Maar ik geloof niet dat het zo. Wat ik alleen daar gek van vond, is dat die jongen inderdaad wel echt groots gepresenteerd werd. En eigenlijk al duidelijk was dat die jongen gewoon lekker bij 21 ging voetballen. Ja. Dus dan heb je misschien gelijk. En dan vind ik het een goede set van Carlos. Maar heb je enig idee hoe die het een beetje doet bij de onder 21? En dan moeten we eigenlijk aan Leiva vragen, maar... Ja, dan moeten we misschien de volgende keer even aan Leiva vragen. Ik wilde afgelopen zaterdag nog kijken, want toen moesten ze tegen Vitesse. Ja, weer verloren. Hè? Weer verloren inderdaad. Het is wel slecht in Nijmegen op dit moment. Ja, maar dat heeft Leiva, dat zei Jeffrey hier toch ook hier in de podcast. Dat er gewoon nog niet veel aan zit te komen. Volgens mij, Carlos heeft het zelf al bevestigd, dat de goede lichting de onder 13, onder 14 is. Nou, hij zei dat de jeugd kost 1 miljoen per jaar. Ja. 10 jaar verder. En als je er dan 2 verkocht hebt... Speel je kiet. Ja. Ja, maar als je zo denkt... Ik weet het niet hoor. Maar wij hadden vroeger al gewoon een topjeugd. Ja, maar het kan toch niet dat we nu 5, 6, 7 jaar moeten wachten op nog een nieuwe goede lichting? Nee, dat klopt. Maar onder 13, zegt ze dan. Maar ja, als die scouting daarvoor al mis is gegaan... Ja, dan lopen ze nu ergens anders. Ja, en het is ook al onbekend dat grote clubs jongens weghalen. Hè? Want zo'n was het nou die Baba, die had natuurlijk bijna zeker kunnen blijven. Kijk naar Top Os. Kijk naar Vitesse. Dat zijn ploegen in de buurt. Hmm. Die doen het over het algemeen beter dan dat wij het doen. Top Os heeft van mij geen jeugd. Jawel, die heeft toch wel jeugd. SV Top, dat is een amateurclub volgens mij. Nee, Top Os heeft geen jeugd. Nee, maar het klopt wel dat... En daar zou ik nog best wel eens een keer op verder willen praten... met iemand die er gewoon veel meer in zit. Van hoe zit het nou met die jeugdafdeling? Want we horen het overal volgens mij op de velden. Nou, jij zit bij jeugdclubs. Ik zit in de jeugd bij een voetbalclub. Ja, bij Juliana. En dan horen wij en dan zien wij ook andere scouts. En dan dan horen we ook verhalen natuurlijk van. Ja. Ulrich Grude, die zit bij Kwik met zijn jeugdelftallen. Ja. Dat is een speciale club in de club. En daar gaan geregeld spelertjes van naar PSV. Ja. Nou, ik heb het hier even over Os trouwens. Top Os zelf heeft geen samenwerking of geen jeugd. Je hebt SV Top. Dat is een beetje de amateurtak. De amateurtak. Ja. En die hebben dan een samenwerking met een voetbalschool. Ja. Dus dat is de jeugd bij Top Os. Oké. Dan weten we dat ook weer. Nee. Maar ik zou heel graag daar een keer inderdaad met iemand over in gesprek willen. En ik weet dat er een aantal luisteren. Dus trek me een keer aan mijn jasje en kom het eens een keer alsjeblieft uitleggen. Regenjas? Zo'n lange regenjas aan? Ik heb zo'n lange regenjas aan. Een hoed op? Ja. Met een boekje en een potloodje. Ja, als een ouderwetse. Er gaat best wel veel over rond tegenwoordig over de jeugdopleiding. En wat is nou het verhaal en waar zijn ze mee bezig? En als er pas vanaf de JO14 inderdaad nu pas het talent loopt.
ja, hoe gaan we dat dan oplossen de komende jaren? En dan kun je kopen. Zeggen, ja, dan moeten we vanuit buitenaf. Maar ja, ja, dat is toch niet wat we willen? Nee, nee, maar dat wordt nu dus nu wel gedaan. En misschien wordt daardoor wordt daar wel in geïnvesteerd en niet in de jeugd. Dat kan natuurlijk, hè? Als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar. Ja, maar je ziet het twee Japanners ook. Nu weer in Japanner. En nee, Harald, we hebben Kastewet. Die nu al bij zit, komt er niet aan. Luc Nette, nee. Die is naar Feyenoord gegaan. Niels Ross bij Telstar. Maar daar zit niks. Er zit geen nieuwe Bart. Er zit geen nieuwe Dirk op dit moment. Nee, nee, nee. Ja, en onder 13, daar moeten we echt heel lang op wachten. Ja, dan moet je nog maar hopen dat ze blijven. Want voor hetzelfde geld komt inderdaad een grotere club PSV. Maar ik weet dat NEC daar wel huiverig op is. Dat weet ik wel. Dat ze daar wel heel voorzichtig nu met die talentjes omgaan. Nee, maar hoe kan het dan dat daar 15 kilometer verderop wel goed geregeld is? Want die hebben helemaal geen geld. Ik denk dat die ook wel een groot gebied hebben om misschien in te vissen. Maar de vraag is, waarom trainen ze daarmee? En waarom zijn ze dan niet gezien bij NEC? Dat vind ik oprecht ook gewoon vreemd. Dan moeten we gewoon nu zo snel mogelijk met iemand van de scouting van NEC erover gaan praten. Want dit zijn gewoon goede vragen. Ik kan ze niet beantwoorden, want ik zit niet bij de scouting van NEC. Ik weet het ook niet. Maar dat zijn oprechte vragen. Ik vind vragen. Dat wel een goede en jij vraag. Zult het bij Brakkestein ook meemaken. Nou, dat. Of daar lopen geen talenten. Nou, vast wel, maar die worden dan door de treffers weggehaald. Dat is een hele flauw. Er zijn ook kinderen. Ja, grijp eens in, man. Ja, dat doe ik toch. Nee, jij bent mij ik help speler. Nee, is niet, het zijn ook kinderen. Spelen wel in het geel-zwart. Daarom gaan ze misschien naar Vitesse. Dat weet ik niet. Ja. Maar als je de toekomst, als je geld wil maken voor een club, dan moet je wel nieuwe badjes en nieuwe dirks hebben. Want zeker. Want dat is waar het geld zit. Hè? Het is ook geluk. Maar je moet het wel kunnen trainen en kunnen managen en ze kunnen pakken. Daar verdienen ze mee. Kijk naar Robin Roes. Ik snap heel goed dat die jongen nu gaat keepen. Want daar zit vanuit de eigen jeugd zit allemaal geld in. En daar kun je geld aan verdienen. Maar we hebben ze nu niet. En dan kun je ze wel ergens gaan halen. Maar dan krijg je geen opleidingsvergoeding. Krijg je allemaal niet. Een paar jaar geleden hadden we Dominique Scholte bij ons rondlopen. Nou, ondertussen directeur van Twente. Uh-huh. We praten over 5 jaar. Uh-huh. Hoofdscouting en hoofdjeugdopleiding. En nu directeur bij Twente. Maar die hadden het wel goed voor elkaar. Die zorgde wel dat die teams gewoon goed waren. Daar werd toen wel goed gescout en goed de spelletjes gehaald. Ik vind het wel bijzonder. Ik vind het wel eigenlijk ook wel heel raar eigenlijk als ik het zo hoor. Nou allemaal. Weet ik wel natuurlijk dat er wel een aantal keer geswitcht is van de idee bij de jeugdopleiding. Ja. Hè? Ze hebben toen gezegd van op een gegeven moment van oké, we gaan de jonge jeugd er allemaal afgooien. We gaan allemaal terug naar 1-11-tal. Dus we hebben maar 1-15-1 en we hebben 1-17-1. Ja. En nu zijn ze dat weer aan het herstellen. Hè? Ja. De jeugd komt er weer bij, de jongere jeugd. Dat staat er natuurlijk ook niet met een jaar. Ik heb nog wel een vraag. Want dit is sinds Carlos aantrad, heeft hij gezegd van we gaan de jeugd herstellen. Dus ik wil weer terug naar echte jeugdvoetbal. Ja. Okay. Ik heb nog een vraag over die jeugdacademie. Zo heb ik dat begrepen. En dat heeft niet per se met de jeugd van NEC te maken, maar wel met die van de amateurs van NEC. Er zijn, weet ik, heel veel meiden van onder 17 en onder 20 allemaal naar NEC gekomen, naar de amateurs. Ja, natuurlijk. Zit Ellen van Eldik. Ja, dat weet ik. Maar die hebben dus nu weer 2 elftallen opgericht. En die spelen voor mij op een betrekkelijk hoog niveau. Een redelijk goed niveau, ja. Ja. Ook eentje van Brakkestein, daarom weet ik dit ook. Er is heel veel vandaag gekomen. En dat is voor mij een hele goede lichting. Wil NEC daar... Daar heb ik dus even over de betaald voetbal gedeelte. Willen die niets met die vrouwenteams doen? Want daar valt hem ook misschien nog wel bij mee te halen op een gegeven moment. Volgens mij willen ze dat wel, maar... Want je haalt ze niet voor niets naar die amateur, denk ik. Maar er zijn wel twee verschillende organisaties, hè? Nee, dat snap ik, maar ik bedoel... Die amateurs zijn overnieuw begonnen. Die amateurs bestonden met nog 3 elftallen. En nu ondertussen zijn er weer een x-aantal elftallen gekomen. Nee, daaronder ook 2 damesteams. En, maar willen die dan misschien niet? Want voor mij kunnen die veel hoger spelen dan wat ze nu spelen. Dat weet ik niet. Ik ken Elle goed. En zij is heel enthousiast. Maar ze zegt dat er nog wel een aantal dingen moeten gebeuren. Willen ze op een hoger level komen. En waarom... ik weet niet of jullie deze vraag kunnen maar waarom heeft NEC dit zelf niet gedaan? Want ja, je zou toch ook een vrouwentak bij de betaald voetbalvereniging kunnen oprichten? Geld. Ik weet niet of het alleen geld is. Volgens mij is daar nooit interesse geweest. Vrouwvoetbal. Maar laten we die vraag ooit een keer... Ja, dan moeten we ooit eens misschien maar ik vind het heel leuk, dus ik hoop dat we... Ellen wil verder over... komen een keer. Nou. Heb ik gevraagd aan haar. Dus, Laten we dat zeker dan doen. Als ze wil komen, dan is ze hier van harte welkom. Dan kunnen we daar eens een uitzending aan besteden. Want sowieso wel knap wat ze doen. Wat ze daar neerzetten. Topper, hè? Nee, maar dat is wel knap. Ja. En, echt op haar konto dit, toch? Dat die vrouw wel er weer zijn. Ja, ja, ja.
En over de jeugdopleiding. Nou, we gaan dus een keer kijken of we daar iemand voor kunnen vinden. Genoeg ideeën daar... voor de volgende aflevering. Ja, zo komen we elke keer. Ja. Wij moeten ook. Gaan we stoppen? Wij moeten ook. Nee. Ik hoor muziek. Ja, nou, we lopen al tegen 9 uur. Ja, maar je gaat die muziek toen niet aanzetten als we niet klaar zijn. Ik zou Ronnie Eggenhuis en nog noemen. En die oude... Ik zet hem even uit. Dankjewel. Nee, ik heb vandaag een doos op mogen halen met een x-aantal ordners erin. Met echt een hele hoop oude kranten van de afgelopen, denk 50 jaar. NIC. En het lijkt mij gewoon heel leuk om in deze podcast gewoon 5 minuten te pakken. Om een item te pakken uit 1982. Minuten ook? Ja, nee, 4 minuten en 50 seconden. Oké. Okay. Ja. En dan wil ik ook vertellen. Weet je, die wil ik ook een naam geven. Dus je ziet er gewoon niet echt uit. Dan weet ik veel. nog iets verzinnen. Maar dan ga je terug. Je gaat in die klappers. Ga je terugbladeren na een jaar en dan krijgen we een krantenknipsel van dat jaar. Dat wil je dan even bespreken. Ja, dat lijkt me leuk. En ik moet vreselijk lachen, want ik heb straks die klap bij hem thuis even bekeken. Een van de klappers. En de eerste foto die ik pak op de derde of de vierde pagina, daar stond ik zelf nog op in de jaren 80. Dus dat vond ik wel geweldig. Ja, ja. Ja, dat vind ik leuk. En dan gaan we dan vanaf volgende week ga je dat vertellen? Ja, nee, ik ga met Maurice overleggen. Jij bent van de afdeling voetbal en dit is gewoon rand. Ik ga ademloos luisteren. Maar we gaan gewoon terugbladeren. Gaan we er ook een prijs? Gaan we er ook iets leuks aan? Dat je er iets uit haalt? Quizvraag of zo? Een quizvraag lijkt me wel leuk. Ja, ja? Dat is, kijk, je verzint het de plekken. Ja. We zitten hier in de brainstorm sessie tijdens de uitzending. Dus de Ronnie Eggenhuis quizvraag. Ja. Gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. We gaan vooruitblikken op de wedstrijd. Schot voor de boeg. Wat gaat het worden? Zondag om 12:15, ja het is een vroege, speelt NEC dus thuis in de Goffert tegen FC Utrecht. En nee, ik zit dan niet in de bikkelpak. Jammer. Wat gaat het worden, Nick? 1-1. 1-1, oh dat wou ik ook zeggen. 1-1, ja sorry. Nou, dat zeg je net toch? Nee, dan zeg ik 2-2. Oké, 3-2. 3-2. Ja. Met positivo. Nou, als we volgende week winnen, jij bent nou zo, als we volgende week... Als hij gelijk hebben, we winnen. Dan mag je me zijn links en rechts om de oren gooien. Dan neem jij wat lekkers mee voor tijdens de podcast. Ja, dat is prima, jongen. Wel cholesterol verlagend spul, hè? Nee, gewoon lekker pesto, knoflookje. Lekker, man. Oh. Borrelplankje. Oh. Goed. Mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. We zijn er natuurlijk volgende week weer. En later deze week zijn we er met een NEC-update natuurlijk weer op televisie en op YouTube. En dan gaan we voorbeschouwen op de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. Graag tot de volgende!